De derde Limburg Biennale laat een dwarsdoorsnede van de beeldende kunst in Limburg zien. Iedereen kon zijn werk aanmelden. 1400 makers reageerden en stuurden meer dan 3000 werken in. Het jury- en curatorenteam van 18 professionele kunstenaars beoordeelde de inzendingen, zonder te weten wie de ingezonden kunstwerken maakte. Mijn naam is Anja van Rijen en mijn werk is geselecteerd voor deze expositie. Eigenlijk zijn er twee exposities. Eén in Venray bij het Oda-park en één in Maastricht bij Mares. Dus twee exposities. Mijn beelden zijn uitgekozen door het jurylid Eugenie Boon. In Mares richt ze een ruimte in, de tuinkamer, met de door haar gekozen werken. Er is een soort catalogus uitgegeven bij de expositie, in het Nederlands en in het Engels. En Eugenie schrijft hierin, ik citeer, dat ze gekozen heeft uitsluitend op de visuele impact en dat ze niet heeft gekeken naar een contextuele bevestiging. De gekozen kunstwerken belichten thema's die voortkomen uit historische gebeurtenissen en persoonlijke verhalen. Deze werken gebruiken speelsheid om zware onderwerpen aan te pakken en door deze visuele aantrekkelijke werken te presenteren wil ik een ruimte creëren die kijkers uitnodigt om zich bezig te houden met het speelse maar gelaagde van onze ervaringen. Collectieve geschiedenis door middel van het vertellen van verhalen. Einde citaat. Doordat er veel belangstelling was voor deze expositie, was de samenhang tussen de werken niet altijd goed te zien. Waar en hoe zou jij deze puberbeelden plaatsen?